Nou, Lida is een beetje in de stress geraakt doordat per ongeluk Marcelle heeft ingevoerd als ontvangst. En, maar het eten staat dan achter, dus we moeten in feite ja, ook weer aan boord, boven, dus gewoon aan boord. Dus als de schepen voorbij komen, zien ze dat deze luxe eetpartij gewoon aan ons goed besteed is. En nou, het is eigenlijk een, het ziet er allemaal goed uit. Goed georganiseerd. Dit is Habibi, onze explicateur. En dit is een bovendek.